altijd goed met Marlies Engels van de Polderkol in Lelystad. Ja. Marlies, goedemorgen. Eindelijk weer in de studio. Ja. Oh, en om te vieren dat jij hier bent, heb je limoncello van ons meegenomen. Ja, dat had ik beloofd, hè? Uitwerkt niet? Direct uit Italië, hè? Ja. Oh, ja. Vorige maand was ik in Italië. Ja. En toen had ik beloofd dat ik limoncello mee zou nemen. Maar we kunnen niet drinken, want limoncello mag je alleen maar drinken als die ijs en ijskoud is. Ja, dat klopt. Uit de vriezer eigenlijk. Ja. Ja. En je moet er ook citroentje bij doen en zo. Dus nou ja, lekker voor thuis. Maar ik heb hem dus meegenomen, want het is limoncello is eigenlijk ook een aperitiefje, hè? Ja, ja. Dan drink je, nou ja, sowieso lekker ontspannen alcohol natuurlijk. Ja, maar als je er twee op hebt, dan maakt het niet meer uit. Nee, hè? Nee. Dan sowieso bedoelt het een beetje smaak van het eten. Hoeveel alcohol zit erin? Dat heb ik geen flauw idee. Veel te kijken. Maar die citroen, die zorgt dus ook dat je spijsvertering geactiveerd wordt. Ja, zo zuur, en ook breekt het vetten af. Dus het is ook wel echt goed voor de... Oh, dus het is eigenlijk heel erg goed om het gewoon Het is echt als aperitiefje. Al die aperitiefjes, die hebben echt als functie om je spijsvertering te activeren. En vaak heb je ook, als je bijvoorbeeld echt zo'n 9-gangen menu hebt of zo, dan zit er tussendoor ook een stukje ijs of inderdaad limoncello. Ja. Of dat is dan om je. Tegenwoordig doen ze ook veel kruidenthee trouwens daarvoor. Oh. Zou je je mondkapje even uit het mandje halen? Oh, ja. Dat komt dan in beeld. Het ziet er zo raar uit. Ja, precies. Ja. Goed, dankjewel. Ja, limoncello zit dus 28% alcohol in, dus dat valt me mee. Want ik kan het is wel iets meer dan wijn natuurlijk. Het zit een beetje tussen wijn en sterke drank in dan. Ja. Een beetje. Heel erg veel meer. Ja, wel heel veel meer. Want wijn heeft ongeveer maar 11, 12, 13 procent. Ja, en sterke drank begint bij 38. Dus het neigt eigenlijk... Ja, precies. Ja. Eigenlijk is het gewoon een wijntje. Lekker. Ja. Goed. Nou, de kruiden uit de natuur. De polder, ja. Uit de polderkool. Niet uit Italië, de kruiden? Valeriaan weet ik eigenlijk niet. Heb ik niet gezien in Italië. Maar meidoorn bloeide eigenlijk... grappig, want meidoorn bloeide toen wij in Italië waren. Dus begin mei. Dat is ook de periode van de meidoorn. En meestal is hij bij ons half mei uitgebloeid. Maar ja, omdat het zo koud is geweest, hebben we echt al de hele maand mei kunnen genieten van de meidoorn. En zelfs nu in juni bloeit hij nog steeds volop. Ja, wat doet hij? Waar is hij goed voor? Dus dat is super fijn. Meidoorn, ja, als je hem ruikt, hij ruikt heel, heel zoet en rustgevend. En hij werkt vooral voor het hart. Met hoge en lage bloeddruk. Hmm. En met stress en spanning. En als je onrustig bent. Hij reguleert zeg maar de bloeddruk. Dus als je lage bloeddruk hebt, dan zorgt het dat het... Dat het een beetje omhoog komt. Omhoog komt. Ja. En als je te hoge bloeddruk hebt, dan... Verlaagt het. Hoe, zeg maar. Hoe moet je tot je nemen dan? Je kan er thee van zetten. Ja. Altijd alles thee, hè? Thee is volgens mij echt een wondermiddel. Thee is het beste eigenlijk. Ja. Ja, van kressen, verskruiden of droog inderdaad. Ik ben er nu weer volop aan droog. Ja, en in de alcohol natuurlijk. Dat is eigenlijk het meest reguliere. Dat je het gewoon op jenever of vodka of dat soort dingen zet. En dan drink je gewoon als een borreltje. Nee, dan... veel minder joh. Druppeltjes. Jullie zitten meteen Ik zie dan gelijk op. Dan kom je wel van je hoge of lage bloeddruk af. Ja, dat werkt echt wel supergoed aan alle kanten inderdaad. Ja, want alcohol verlaagt ook wel. Wijntje op zijn tijd is natuurlijk ook hartstikke goed. Een rood wijntje dan. Een rood wijntje, mijn opa zei altijd, ik rook en ik drink, want roken vernauwt de aderen en alcohol verwijt dat weer. Dan dacht hij, dan wel een mooie pijl. Ja, dan eigenlijk kom je dan precies op nul uit. Hij is 83 geworden, dus het zal wel even anders. Ja, het kan best. Nee, dat moeten we natuurlijk niet zeggen nu. Want anders gaat de drank en dan de cigaret. Ik denk dat het op zich niet zo verkeerd is als dat het enige is wat je fout zou doen. Maar er zit nog zoveel ander. Weet je, dat je dan ook nog vet eet. En ja, precies. Het is een opeenstapeling van heel veel dingen die niet goed voor je zijn. Maar een sigaret zit gewoon echt rotzooi. Ja, een sigaret is wel echt troep. Echt rotzooi. Dat is echt troep, ja. 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 Je daar ooit aan kan beginnen. Ja, goed. Dat is wel... goed. De meidoorn waar we mee bezig. Ja. In de thee of in de alcohol? In de alcohol, ja. Dus dan laat je het trekken en dan doe je 3 keer per dag 5 druppeltjes, zeg maar. Mm-hmm. En dan, ja, in de testperiode dan. En er zijn ook wel mensen die als ze lichte vorm van hoog bloeddruk hebben, dan kan je het er wel mee reguleren. Ik wil niet zeggen, neem maar meidoorn en laat... Je bent er vanaf. Je bent er vanaf en laat de reguliere gezondheidszorg maar verder zitten. Ik heb ook wel eens van die druppeltjes geprobeerd. Maar puur 5 van die druppeltjes, het is niet weg te krijgen. Als je het nou ergens anders in doet, werkt het dan nog? Of in limoncello? Ja, je kan het in een glas met water sowieso. Of met limonade eventueel. Meidoorn zou wel kunnen met limonade. Maar je hebt ook wel kruiden, die bittere kruiden vooral. Ja, maar dan behoudt het dus wel zijn werking. Ja, redelijk. Okay, goed Het, het behoort tot de rozenfamilie, hè? Ja. En het heeft ook een sterke geur. Ja. Waar ruikt het ook naar rozen? Nee. Ik ben heel benieuwd. Ik wou het jullie ook nog even laten testen. Wat jullie ervan vinden. Herkenbare geur. Testen. Gooi maar eventjes door. Oh, ik vind het wel lekker. Het ruikt een beetje naar anijsachtig. Of een beetje naar pis. Ja. Dat is overheen gezeken, denk ik, of niet? Deze heeft naast de kattenmand gestaan. Nou, dat is dus precies. Is het pis?
Ja. Het haal je natuurlijk uit. Het is gewoon een hond over ze tegenaan. Laten we dat gaan. Ja, daar heb ik nog straks eentje van. Ja, die is nog erger dan deze. Ja. Het is ook het valt onder de twee zaad lobbigen, wist je dat? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja, zit je te googlen of zo. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee. Dat is het wel. Oh, nou. Ja. Het is ook een Roosfamilie. Ja, Roosfamilie Rosales, inderdaad. Ja, de orde van Rosales. Een- en tweestijlige. Ja, als je er heel sterk aan ruikt van heel dichtbij, dan krijgt het een rare geur. Maar als je het gewoon even zo een beetje voorbij laat gaan, dan ruikt het wel wat frisser naar bloemetjes. Maar is die van jou ook pisselig? Ja. Ja, die vind je, oh, die is nog erger. Neem maar mee. Maar dit is dus heel grappig, dit. Precies wat jullie zeggen. Er zitten eigenlijk twee geuren in. En, pis en wat nog meer dan? Ja, de pislucht en de... nee, maar dit is zo, want ik heb straks eentje die is nog erger. Nou, die mag jij ruiken, Marco. Ja, oh, ja, nou goed. Ik heb twee bij daarvan ook. We gaan eerst even wat muziek draaien. Dan komen we zo meteen terug bij de... Ja, of had je nog iets over Meidoorn? Ja, is goed. Meidoorn hebben we gehad toch nu? Nou, maar ik moet even dat geurverhaal nog, maar dat kan, nou, dat komt zo meteen. Bij deze. Ja. Ja. We hadden het net natuurlijk over de Meidoorn. Ja. Nou ja, zoals ik al zei, hè, twee staat lobbig van de rode. Je wilde nog iets zeggen over... Je wilde nog iets zeggen over die... De geur. Ja. Wat jullie alle twee opmerkten, was dat ze eigenlijk twee geuren hebben. Ze hebben een beetje die bloemige geur, wat je gewend bent van bloemen. Ja. Maar er zat inderdaad ook een beetje zo'n... Urinelucht of een vislucht, soms ook wel. Ja. Sommige planten hebben dan vislucht. En het is eigenlijk... Dat is expres natuurlijk. Hè? Dat is expres. Want daarmee lokken ze dus ook insecten. Want de bloemige geur, dat is eigenlijk van de laatste ontwikkeling van de bloemen, zeg maar. Die hebben vlinders om te bevruchten en bij. En die komen dus op die bloemige geur af en op de kleur. En in de oudheid waren het dus meer de kevertjes en de ja... Wat waren het voor insecten? Allemaal kevertjes, torretjes. Ja, hadden we nog niet mooie vlinders met vlieg... Ja, waren het meer de... Maar aan de andere kant is de geur natuurlijk ook bedoeld... om sommige beesten weer af te schrikken. Ja, ook. Ja, dat doen ze dan vaak. Dat is dus hier, dat is deze. Die wil ik ook even aan jullie laten. Oh ja, maar dat is de tweede die je hebt meegenomen. Wat is het? Beschrijf het eens. Is dit wortel? Dit is de wortel. Oeh, jeetje. Zo. Wat is dit, zeg? Dit is echt heel extreem, hè? Die is al een tijdje niet meer in de douche geweest, hoor. Nee, dit is Valeriaan. Wat maak je er een zootje van ook, hè? Ja, hè? Oh. Ik ben er weer, hè? Oh, het zit ook helemaal aan je handen nu. Superfijn. Ik ga even mijn handen wassen, jongens. Ik ben zo... Ja. Maar wat is het? Dit is Valeriaan. Oh, daar word je wel lekker rustig van. Ja, precies. En die wortel, die wordt dus gebruikt voor de tinctuur, als druppeltjes ook weer, om rustig te worden. Juist wanneer kinderen examenvrees hebben, wordt het vaak voorgegeven. Ja, het op is homeopathische ook echt, basis. Het is ook een... ik heb nog eventjes gegoogeld ook, voordat ik hierheen kwam. En het blijkt dus ook een rustgever te zijn die niet slaperig maakt. Ja. Dus je blijft wel redelijk alert. Ja, dus de zwaardere variant is natuurlijk valium, hè? Ja. En valeriaan... het nadeel van valeriaan is wel dat het gewenning geeft. Dus... Daar zit ook het verslavingseffect. Niet lang gebruiken. En ook dat je steeds meer moet gebruiken, zeg maar. Dat je hebt steeds meer nodig om het te gebruiken. Het is familie van de kamperfoelie. Mm-hmm. Oh, kijk. Dat wist je natuurlijk ook. En dat is ook wel leuk. Het valt onder de klasse Spermatopsida. Oh, ja. Dat zegt me... Ja, dat is... Dat zie je wel. Ja. Nee, dat is... Wat was het? De zaad? Iets met het zaad? Nee, Spermatopsida, de zaadplanten. De zaadplanten, ja, precies. Maar als je dan de bloemen ruikt... Ja. Oh, wacht. Arnoud, je bent... Ja, we gebruiken de afstand. Jammer dat... Oh, maar die ruikt een stuk lekkerder. Geurradio en tv is... Nee, maar dit vind ik ook niet vind ik iets minder vies. Ja, vind ik wel lekker dit. Ja? Deze is wel meer bloemig inderdaad, hè? Doet me een beetje aan de... Nou ja, je bent er geweest. Een beetje aan de Italianen denken. Ruik Italiaans? Beetje mediterraans. Ja, ik moest wel afstand houden natuurlijk. Dus ik ben niet zo dichtbij geweest dat ik ze goed heb. Maar Italiaans, je hebt ook een man al, hè? Het gevoel van mediterranee geeft. Nou zeg, kom op. Ja. Maar wat is het? Het is valeriaan, die is dus rustgevend. Maar ook bijvoorbeeld voor pijn wordt hij wel gebruikt. Pijnstillend. En, dit is de bloem van de valeriaan. Dit is de bloem. En die andere was net de wortel. Dat zijn de wortels. En hij staat nu dus in bloei. Hij staat veel langs de slootkant. En nu kan je hem dus herkennen. En in de herfst, dan graaf je zeg maar de wortels uit. Want nu moet je dat niet doen. Want nu is alle energie in de bloemen. Weet je wat er staat over die geur? Er staat hier, de gehele plant ruikt ranzig. Oh. De plant heeft een matig krachtige, onaangename, lichte, ranzige, zure geur... die doet denken aan zweet. En dan zeg jij, ruikt wel lekker, zo ruiken alle Italianen.
Nou, in mijn beleving. Nee, de bloemen hadden we het over, hè? Oh, sorry. Het ging over de wortel. Nee, het gaat over de gehele plant. De meeste wortels die stinken. Oh, maar het wordt ook inderdaad als parfum gebruikt of aan de was toegevoegd. Dat is een beetje in de buurt van jasmijn misschien, of niet? Of zit ik nou heel erg raar? Nee. Het is wel echt wat. En je had ook in Italië bloemen. En als je van de katten in je tuin af wil. Dan komen ze er juist op af. Nee, juist niet. Ja, dat is waar. Ja. De wortel of de bloem? Omdat katten zijn zo dol op de geur, daarom wordt het ook wel kattenkruid genoemd. En ratten en muizen ook. En ze zeggen ook dat met het sprookje van de ratvanger van Hamelen. Ja. Dat hij dus de wortel van Valeriaan in zijn zak had, waardoor al die ratten achter hem aanliepen. Ja. Zo schattig, hè? Maar kun je niet meer navragen natuurlijk. Hij is dood. Nee, hij is dood. Ja, dat er zijn is nog rattenvangers. Ja. Maar niet die van Hamelen. Maar we kunnen wel kijken een keer als er ratten zijn, dan loopt er iemand langs die ratten of die ratten mee hobbelen. Of hij toevallig in zijn zakje heeft. Ga gewoon echt aan trial and error doen. Oké, dankjewel. Dat was het. Ja, dat was hem, hè? Dat was het. Tot volgende maand.